Lieve mensen, heel erg welkom bij deze nieuwe bemoediging. En het is op kerst. En ik realiseer me dat bij zo'n soort dag en zo'n uitzending altijd veel minder mensen kijken, omdat de mensen veel drukker zijn. Maar juist voor jou heb ik deze opname gemaakt. En juist samen met jou zou ik het zo graag een kerstmoment op deze dag willen hebben. Samen stilstaan bij dat prachtige lied wat iedereen kent. Stille nacht, heilige nacht. We kunnen het zingen. Ik kan zelf niet zo goed zingen, dus ik ga er niet aan beginnen. Maar we luisteren naar Sela en die gaat het voor ons zingen. En ik zal proberen om vanuit mijn hart te vertellen en te delen met je wat dit lied mij doet. Stille nacht, heilige nacht. Het is gebeurd 2000 jaar geleden. De redder is gekomen. De verlosser voor deze wereld. Davids zoon. Ja, hij kwam uit het volk Israël. Uit de Joden is hij voortgekomen. Er is geen land ter wereld die kan zeggen: we hebben de heiland voortgebracht. Zij wel. Hij werd gegeven aan mensen zoals jij en ik, in schuld. Beladen in schuld. Hij is de schepselen, Heer, de creator, kwam bij de creaties. Gegeven aan jou en mij. Zo kwetsbaar, zo teer. Zo broos, hulpeloos kind, maar wel een heilig kind. God, die zo trouw zondaars mint, mensen zoals jij en ik. Hij houdt van ons. Ook voor mij heeft hij zijn rijkdom ontzegd. Ook voor jou werd hij in stro en in doeken gelegd. Oh. Leer mij en leer jou danken daarvoor. Danken, echt uit je hart, van harte. God danken, omdat Jezus is gekomen. Wat een geweldig iets. Weet je, als ik eraan denk, dan denk ik, er is geen God, er is geen God. Goden zijn er niet, die dit hebben gedaan. Ook Allah en de profeet is niet hetzelfde als Yahweh en zijn zoon Jezus. Ze komen op twee zo totaal verschillende manieren naar de mensen toe. Jezus kwam zo. Zo. Heil en vrede wordt gebracht. Van dat kleine kind wat gekomen is als een gift in deze wereld. Wat ons mensen nodig had om op te groeien. Aan een wereld die verloren is in schuld, gaat God zijn plan vervullen. En geeft hij zich aan jou en aan mij. Dat is zo uniek. Verwar dat nooit met iets anders. Wat niet gekomen is op dezezelfde nederige manier als Jezus Christus. Zoals Hij gekomen is. Laten we God alle eer geven. Voor het feit dat Hij gekomen is. In ons leven. Prachtig. Prachtig moment. Zullen we danken. Jij op jouw plaats en ik op mijn plaats. Vader God, ik realiseer me dat er zoveel mensen zijn die kerst in totaal andere omstandigheden vieren dan dat ik het zelf straks doe. Voor hun is deze opname om even bij hen te zijn. En om een moment neer te leggen die u alle eer geeft
en uw zegen verbindt met iedereen die kijkt. Dat u komt, 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 angst wegneemt, veroordeling wegneemt, rebellie wegneemt, boosheid op God wegneemt. Wie moet nou boos zijn op een babytje dat heilen vrede komt verkondigen? Jezus, alle eer. En zo zegen ik je in de naam van Jezus en wens ik je gezegende kerstdagen toe.